De Economische Controledienst, ECD, van het ministerie van Economische Zaken geeft op haar social media pagina aan dat de voortgezette prijscontroles vruchten hebben afgeworpen. De ECD is de afgelopen 2 weken samen met de bestuursdienst begonnen met controles op de basisgoederen in de winkels in verschillende buurten. Naast de controle op winkels worden ook bouwmaterialenzaken aangedaan. Economische Zaken doet een beroep op de samenleving om bij geconstateerde misstanden deze te melden aan het ministerie. Controleambtenaren zijn gevallen tegengekomen waarbij vergunningen reeds vervallen zijn. In dergelijke gevallen wordt de vergunninghouder in de gelegenheid gesteld om een nieuwe aanvraag te doen. Tijdens de controlewerkzaamheden is voorts opgemerkt dat in een bepaalde winkel er blikken Nutrilon babyvoeding van de schappen waren gehaald en in een boodschappenwagen in de winkelruimte waren geplaatst. Dit in afwachting om deze oude partij ook mede te nemen in een eventuele hogere prijsaanpassing. De vergunninghouder is erop gewezen dat hij zich hieraan een ernstige strafbare feit schuldig heeft gemaakt, namelijk hamsteren. Terstond moest zij de blikken babyvoeding terugplaatsen op de schappen om deze tegen de reeds berekende verkoopprijs te verkopen. Winkeliers worden erop gewezen dat alle goederen in de winkels voorzien moeten zijn van een prijs, de zogeheten prijsaanduiding. Het niet hebben van een prijsaanduiding levert een economisch delict op. Verder wordt benadrukt dat goederen die tegen een bepaalde prijs zijn ingekocht, niet mogen worden gehamsterd om het daarna tegen een hogere prijs te verkopen. Dit is prijsopdrijving en ook hiertegen zal de ECD hard optreden. Het ministerie van EZ, Economische Zaken, doet een beroep op de samenleving om bij geconstateerde misstanden haar klachten door te geven via de klachtenapp, telefoonnummer 853-0915 of via het verkortnummer 1940.